Hey, what's up iedereen? Dit is High Five Video. Ben je klaar voor een nieuwe top 5? Let's go! Bijna iedereen is er gedurende zijn of haar leven wel eens geweest. De Efteling in Kaatsheuvel, klein dorpje in Noord-Brabant. Een kaartje kost je tegenwoordig minimaal 40 euro, maar dat was ooit anders. In 1952 was het park spotgoedkoop. Een kaartje kostte toen omgerekend 36 eurocent. En nog een ander leuk weetje. Wist je dat ezeltje Strekje jaarlijks zo'n 217.000 muntjes uitpoept? Ben je klaar voor een top 5 verdwenen attracties in de Efteling? De Bob. Ja, de bobslee. Recent gesloten of eigenlijk afgebroken. Gebeurde in 2019. De attractie had een topsnelheid van 60 km per uur. Haal je tegenwoordig met een beetje e-bike. En hij was 524 meter lang. Een rit duurde rond de 2 minuten. En de attractie was natuurlijk volledig in de Zwitserse sferen. Vlak voor de sluiting van de bob vond er nog een botsing plaats tussen twee voertuigen. Oorzaak is nooit achterhaald. Sinds 2017 vertoonde sowieso de bob geregeld hardnekkige technische mankementen. En daarom is besloten om in 2019 te stoppen met de attractie. Attractie is inmiddels gesloopt. Nummer 4, de kanovijver. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar vroeger moest je je inspannen in bepaalde attracties. Moest je gewoon je spierkracht gebruiken. En dit is een prima voorbeeld. Ruim 50 jaar lang, tussen 1953 en 2005, kon men met een kano varen. De vijver is tegenwoordig in gebruik voor de Vliegende Hollander en de houten achtbaan Joris en de Draak. In 2008 is uiteindelijk ook nog het bedieningshuisje weggehaald. De kanovijver op nummer 4. Door naar nummer 3. Radiografisch bestuurbare bootjes. Ken je die nog? De attractie bestond uit 24 modelbootjes. Allemaal verschillende kleuren en na het inwerpen van een beetje geld konden ze radiografisch bestuurd worden. De radiografisch bestuurbare bootjes werden geopend op 15 juni 1980. En na verloop van tijd werden de bootjes steeds meer en meer gedateerd en besloot de Efteling te stoppen met de attractie. De bootjes werden verwijderd aan het einde van seizoen 2005. De vijver en de vuurtoren verdwenen eind januari 2009. Toen werd er namelijk begonnen aan de bouw van station Oost. Nummer 2. Het waterorgel. Via de linker ingang van het Carouselpaleis kon men direct bij het waterorgel komen. In 1966 werd deze attractie opgericht. Het orgel had 2 spuitleidingen met spuitkoppen die 2 watervlakken vormen en in hoogte te verstellen waren. En met wat gekleurd licht erbij ontstond er een heuse watershow. Het waterorgel moest uiteindelijk plaatsmaken voor een televisiestudio, want de Efteling wilde ruimte maken om programma's op te gaan nemen. En tegenwoordig wordt de ruimte ook nog gebruikt voor feesten, congressen en partijen. En dan nummer 1, het zwembad. Als je jonger bent dan een jaar of 40, dan heb je waarschijnlijk nooit van het Efteling zwembad kunnen genieten. Het bad werd geopend 8 augustus 1953 en gesloten 23 oktober 1988. Ja, na vele jaren plezier en vertier heeft de Efteling in 1989 het bad gesloten. In de vroegere speeltuin heeft ook nog een kinderbad gelegen. Misschien dat je dat nog wel kent. Van 1952 tot 2003. En die herkende je aan de grote witte olifant. En tot zover deze top 5. Wil je meer? Abonneer je op ons kanaal, kunnen we nog veel meer filmpjes maken. Stay safe, peace.